De grootste kick is om op een station te staan en een trein met 140 voorbij voelen razen. En dan wetende dat jij je hebt bijgedragen aan die energievoorzieningen. Wat het mogelijk maakt dat die trein zo hard gaat. Als er een plan ligt bij ProRail, dan ga ik als kostenengineer kijken wat er allemaal nodig is om dat plan te realiseren. We zijn met een groot project bezig in Nederland om alle communicatiekasten te vervangen. Nou, dat is voor energievoorziening een groot project. Voornamelijk in de voorfase is het heel spannend. Plannen zijn nog niet uitgewerkt en dan moet je toch een bedrag uiteindelijk af gaan geven. We werken met publieke gelden en het gaat om tientallen miljoenen. En als het dan uiteindelijk lukt, zo'n project, dan is het echt heel gaaf. ProRail stimuleert zijn werknemers heel erg om zichzelf te ontwikkelen. Ik ben begonnen met de MBO elektrotechniek. En toen ik begon bij ProRail had ik minder verstand van hoe dat hele financiële traject in elkaar zit. Dat heb ik echt on the job geleerd. Het is mooi dat ik trouw kan blijven aan mijn eerste liefde techniek, maar dat ik daarnaast wel dagelijks bezig ben met financiële en contractuele zaken. ProRail is een van de grootste opdrachtgevers in de bouwsector van Nederland. En ik vind het mooi om onderdeel uit te kunnen maken van ProRail die aanbestedingen doet. En zo ook te zorgen dat de sector gezond blijft. Lever net als Sander een bijdrage aan vervoer waar Nederland beter van wordt. Word kostengineer bij ProRail.